Buis Lichtreclame, een bedrijf wat 93 jaar bestaat. Opgericht door Pieter Buis, daarna voortgezet door Frans Buis. En in 2008 ben ik de directeur-eigenaar geworden van Buis Lichtreclame. Een van de eerste opdrachten is de KLM geweest. KLM hoofdkantoor is ook gevestigd in Den Haag. We hebben daar nog een bedankbrief gekregen van meneer Plesman, oud-directeur-eigenaar van de KLM, die ons bedankt voor de eerste tekst KLM. Buis Lichtreclame natuurlijk een organisatie wat al heel lang bestaat. We zijn eigenlijk begonnen met lichtbakken. Vroeger zag je overal lichtbakken of zinken letters. Tegenwoordig zie je dat er steeds meer doosletters gebruikt worden. Voorheen was dat voornamelijk neon. Wat je tegenwoordig ziet is LED-technologie. Ook daarin moet je voorloper blijven en zijn.